Hoe is dit? Zo, I'm blond. Nu lijken we niet meer echt op elkaar. Nee, not at all. We hebben heel veel leuke content geschoten voor jullie. Deze collectie is het ook weer echt heel erg mooi. Jullie staan blown away. Ik ga nu voor ons huis kijken naar Onyx. Oh, wauw. Jeetje. Ons huis wordt heel erg minimalistisch. Over top glitter pantenprint naar minimalistisch niks. Eindelijk baby spulletjes uitzoeken. Dit tintje roze, helemaal op en top mij. Met strikken, volant, roze velvet. Mutsje. Nou, zo klein vind ik het eigenlijk niet. Nou, als ze mijn hoofd krijgt, dan heeft ze wel een groot mutsje nodig. Welkom bij weer een nieuwe weekvlog waar ik... Welkom bij weer een nieuwe weekvlog waar ik met Mike langs ga. Hoezo kom ik niet uit mijn zindelsbouw? Begin jij maar. Welkom weer bij onze nieuwe vlog. Hij staat weer voor het eerst gewoon, wat jullie normaal gesproken van ons gewend zijn, op de zondag. Op 10 uur. Wat je allemaal in deze weekvlog voorbij gaat komen, is dat wij onze fotoshoot hebben met de wintercollectie. Dus je ziet een paar backstage beelden. Ik ga met Mike naar Solid Nature. En je ziet ook de pruiken voorbij komen van Wil Haar Online tijdens de shoot. En de make-up van Harley. En nog zoveel meer. Dus ben je dan benieuwd? Nee, iets heel leuks. En ik ga babyspullen uitzoeken. Mijn allereerste box voor in de woonkamer voor de baby's. Ben jij benieuwd waar ik dit heb gekocht en wat het uiteindelijk is geworden? Blijf kijken. En abonneren, want hoe meer abonnees, hoe meer subscribers, hoe meer content wij gaan maken. Dus come on met die subscribers. Abonneer. Dan gaan we namelijk heel veel views, maar de abonnees blijven een beetje hangen. Die blijven echt wel matig. Dus abonneer en er komt meer content aan. Love. Fijners. Hey, goedemorgen. Het is vandaag maandag. Allerwarmste dag dat iedereen vrij is. We hebben Marie en ik een shoot gepland bij Cooper in de studio. Even mijn haar. Het is ook de dag dat alle terrassen weer open mogen. Dus Marie en ik hebben dit niet zo goed gepland, vinden wij zelf. Maar goed, we gaan een nieuwe wintercampagne shooten. Hoe leuk is dat? Met Cooper, Harley, de ambiance van ons haar weer. We hebben mooie pruiken van Wil Haar Online. En Peggy komt ook alles filmen. We moeten ons een beetje meer ons best doen nu we niet naar Marrakesh kunnen voor ons geplande wintershoot. Dus ja, ik ben nu onderweg met Sink. Oh, die gaat precies bewepen. Ik ga even wat privacy. En dan gaan we door Marie ophalen, want ik heb de auto. Dus ik moet naar Haarlem, terug naar Zandvoort en naar de kapper. En het is nu 6:30, vandaar dat ik iets moeite uitzien. Hoe is dit? Ja. It's Mary. It's Mary. We hebben net mijn pruik opgezet. We zijn vergeten te filmen, dus we gaan nu filmen. En Harley is nu de make-up aan het doen. Maar het is een beetje overbelicht. Het lijkt wel dood. Ja, het is nog niet... We zijn net begonnen. We zijn net begonnen. Is zwart echt zo leuk. Ja. Het maar staat jou wel hoor. Dit is donkerbruin, hè? Heel donkerbruin. Ja. Oh, je haar. Ja. So, I'm blond. Hoe leuk is deze pruik van Wil Haar Online. En Harley gaat straks nog mijn make-up doen. Afmaken. En Marie zit nog in make-up. Nu lijken we niet meer echt op elkaar. Nee, not at all. Not at all. Wel mooi hoor, bij zo die zwarte outfit. Als je met die zwarte pruik ziet. Ja. My good one. Lady, beware, you're pregnant. You're now a MILF. Is dat mooi? Super mooi. Heel cool. Oké, Marie en ik zijn ready. Om te gaan shooten. Zeker. Thank you, Halle. Dankjewel. Mijn nummer. Even kijken, we zijn nu bij Cooper. We hebben net de winter gefotoshoot. Maar we gaan ook nog even wat foto's maken voor direct. Gorgeous. Aan het kijken. Cooper in action. Oh, dat shirt wilde ik toen ook kopen. The youth will always win. Zo, we staan toch hier. Is toch beter. Je hebt gelijk. How nice is my make-up. I'm a bestie. Ik vind het haar je ook zo mooi staan. Lachen, hè? Kan je wachten om die andere clip eens op te halen? Gewoon zo'n lopende vind ik leuk. Zou ik alleen geen buik laten zien? Nee, dat probeer ik ook. Hij staat in scherp, wacht. Hij filmt nu pas. Leuk. Nummer 1 staan is zo. Pretty. Hempje. Biker short. Triples. Ja, met twee handen, Jill. Je kopje niet goed van binnen doen. Dat is echt mooi. Alleen Jill moet handen naar binnen. Dag! Dag schatjes. Zo. There we go. Ik zit echt in de Reinerstoelen. Alles wat we vandaag hebben geshoot is meegegaan.
Dag, lieverd. Dus het is nu 5 uur en we waren hier 1 uur. Op zich nog heel snel gedaan hoor. We hebben heel veel leuke content geschoten voor jullie. Van een nieuwe wintercollectie en een paar directfoto's. Wat jullie waarschijnlijk al online hebben gezien. Dus het was weer klaar. We hebben dus vorige week onze eerste campaign fotoshoot gehad. Ja. Van de wintercollectie. Bij Cooper in zijn studio in Rotterdam. Ik ben achterdeel van mijn haar, anders lijkt het koud. Bij Cooper in zijn studio. Deze foto's gaan we waarschijnlijk over een maandje al posten van het nieuwe collectie. Begin juli gaan we al mee beginnen om jullie gek te maken. En hoe is het? Gaat het eigenlijk heel erg goed? Het is heel simpel nu in Nederland. Gewoon, we hebben alle setjes gemaakt. De poses. Wow, sorry, ik heb net nasjes gegeten. Hoe voelde je dat? Nee. Hoe moet ik dit nou voelen? Nee, ja, ik bedoel, hoor het ook. Ik bedoel, hoor dat. Nee, dus we hadden alle sets voorbereid. En Cooper weet ook de manier van belichting wat wij heel erg mooi vinden en hoe wij staan. En Sean en ik helpen elkaar altijd met buik in, recht staan en de poses. Buik in wordt bij jou nu al lastiger. Dat hoeft niet meer, dus dat scheelt dan ook. Dat scheelt dan ook. Nee, het was hartstikke goed gegaan. We hebben al wat beelden ontvangen, eigenlijk al heel veel. We zijn er super enthousiast over. We gaan nu alles weer doorsturen naar Cooper, onze selectie. En dan captions bedenken en dan hopen dat jullie de eerste beelden te gek gaan vinden. Ja, het wordt in ieder geval een hele mooie neutrale collectie met heel veel leuke eyecatchers. En wat ook heel erg leuk vind, de pruiken matchten perfect bij de kleuren. Want ik heb alles in crème aangedaan, dus een crème pruik. En Marie heeft alles aangedaan in het zwart. Ja, dit kiezen we voor, van tevoren natuurlijk wel bewust uit. Want we willen liefst alles toon op toon. Dus de make-up was bruinig, met ons haar erbij. Met die zwarte wing eyeliner bij de pruik en de collectie. En bij de ambiance hebben we ons haar laten invlechten en de pruiken op laten zetten. En daar is Hardy ook heen gekomen voor de make-up. Dus het was echt wel een heerlijk, leuk, goed shootdagje. Ja, dus we hebben heel veel crème zwart in de collectie, maar zoals altijd. Maar dit jaar, deze collectie is het ook weer echt wel heel erg mooi nieuw. Heel veel nieuwe dingen. Weinig herhaling. Ja, we gaan nog geen tipje geven. Jullie staan blown away. Blown away. Blown away. Wij zijn nu bij Solid Nature. Wat zeg je? Jij hoeft niet op de vlog. Nee, weet ik. Ik ga nu voor ons huis kijken naar Onyx. Welke kleur we het mooist vinden. En dat gaan we natuurlijk weer doen bij Solid Nature. Want daar hebben we ook onze marmeren onyxbladen van voor ons pand. Dus we zijn er. Hoe mooi is al dat onyx en marmer. Hier zitten we dan. Woep woep. Allerlei verschillende onyx en marmer afgewerkt. Ik als exter zie iets glimmen natuurlijk weer. Ik vind het toch wel mooi, hè? Je vindt toch wel mooi, hè, Onyx? Deze kleuren vind ik dus heel mooi. Maar we gaan nog even verder kijken of Mike het ook mooi vindt. Deze vind ik dus ook heel mooi en die ook. Keuze is reuze. Stinky ligt er lekker bij, hè, Stink? Mike vindt dit allemaal heel mooi. En ik vind eigenlijk al het Onyx mooi. Oké, twijfel, twijfel. Echt een karamelijsje dit. Dat is papa. Nou, het gaat voor jou. Oh, kijk deze nou. Ja, ik vind het mooi. Ik denk ook dat ik die het mooiste vind. Heel gaaf deze hoor. Wauw. Dit voor als bad en deze als tafel in de woonkamer is echt wel de shit. Oh, wauw. Jezus, wat gaaf. Oh, dat is wel heel gaaf, hè? Zo. Ja, zo zie je het wel heel mooi hoor. Ja, jeetje. Hoe mooi. Het is dezelfde plaat, maar dan met licht. Dit is de plaat zonder het licht. Woe. En Kim. Ik vind het allemaal mooi. En ik match er ook helemaal mooi bij. Testing, mooie. Mike, ik, mama en papa zijn langs geweest bij Solid Nature. Daar gingen we naartoe voor ons nieuwe huis om onyx of marmer uit te kiezen voor whatever. We waren aan het denken voor de wasbak, voor het bad, voor de tafelblad, keukenblad. Of voor kleine tafeltjes. Je hebt gewoon elke optie is mogelijk. En toen liepen we daar eigenlijk en toen kwamen we op een prachtig lichtblauwe onyx. En toen dachten we, oké, daar moet het bad van worden gemaakt. Want je kan dus ook licht erachter zetten, waardoor het nog meer kleurt en mooier wordt. Dus dat hebben wij voor de badkamer uitgekozen. En voor de woonkamer hebben we een hele mooie nudeplaat uitgekozen. Maar ook onyx, hè? Geen marmer. Nee, geen marmer. Onyx is eigenlijk heeft meer, ja, dat is een beetje meer zeepeffect. Wat zachter. Ja, precies dat. Ja. En marmer is ook prachtig, hoor. Maar stoerder. Ja, we hebben eigenlijk wel dezelfde smaak. Alleen wilde Mike liefst alles donkergrijs. En hij vond één plaat het mooiste. Die was het allerduurste wat er stond. Dus die heb je even maar niet gedaan. Wat was dat met die diamanten? Nee, dat was gewoon... Welke kleur was dat, Mike? Dat was donkergroen? Nou, donkergrijs, blauw. Dat is in ieder geval een hele aparte soort van spaceship kleur. Ah. En David zei, je kiest nu precies de duurste plaat uit die hier staat. Dus... Want ik vond het met die steentjes wel goed voor jou. Ja, dat was leuk. Nou, ik vond het echt ja, leuk. Ja, ik vind het ook leuk. Heb je niet gedaan. Ons huis wordt heel erg minimalistisch. Dus ik wil niet geen steentjes meer, geen panterprint meer. Het wordt echt afgezet van wat je nu hebt. Over de top glitter panterprint naar minimalistisch niks. Ja, ik denk dat ik dat heel veel rust vanuit gaan vinden. Mama en ik zijn on the road.
Want we hebben iets heel leuks. Ik ga nu voor het eerst met mama babyboxen. Eindelijk babyspulletjes uitzoeken. Babybox, ja, zo noem je dat toch? Box. Ja, box. Voor in de woonkamer. Ik weet nog niet uit of ik zwart wil, wit, nude, rond, vierkant, ovaal. Vind ik erg moeilijk. Voor Romee hadden we goud gedaan. Ja, Romee is alles goud. Op de kinderwagen had ik al naar Romee gestuurd, dat wordt goud. Dat is heel makkelijk, maar ik vind het heel lastig. We gaan nu naar El Estilo, want ik had heel veel DM-berichten over dit bedrijf gekregen op Instagram. Ook dat jullie daar heel veel boxen vandaan hadden en heel veel spulletjes. Dus wij zijn er met een kwartiertje en dan neem ik jullie mee wat we gaan kiezen. De bekleding wordt sowieso roze. Ook al staat het in de woonkamer, wel roze strikken, alles wil ik op de naam. En jij vindt de zwarte box mooier voor bij de tafel, omdat die zwarte poten heeft. Met roze bekleding. Nou, maar ik zeg, ik weet dat ik roze met zwart mooi vind, maar dat ga ik zo even kijken. Nou, dat is op zich wel mooi hoor, maar het ligt roze. Ja? Het is little. We are here! Zo, ik heb mijn jasje aangedaan, het is best koud, Jos. En dit is dan El Estilo. Ik ben benieuwd! Ik ben binnen! We zijn al helemaal uit. Ik wilde eerst wit, maar jij vindt antraciet grijs mooier. En we hebben een compromis gemaakt. Ik doe wel deze box. Maar dan in dit tintje roze. Helemaal op en tot mij. Met strikken, volant, roze velvet. En dan haal ik alleen het kant weg. En ook strikken aan de voorkant. Toch te beeldig. Ik heb natuurlijk ook wat gekocht. Ga ik niet zo laten zien thuis. Zo leuk. Ik kon niet wachten. Ik laat het gewoon nu al zien. Kijk nou, een mutsje met een strikje en een klein diamantje. En dit pakje is echt to die voor. Het is roze. En hier ook met geborduurd de F van First. Ook van Flamand, is dat ook wel leuk eigenlijk. Het is een F, dat is het merkje, maar het is natuurlijk wel een Flamandje. Oh, wat is dit? Wat schattig. Het zijn geitjes, het is van boerderij. Nou, wat lief. Kleintjes. En dit is dan de achterkant met engelvleugeltjes. Nou, ik vind het zo schattig. Ook met een beetje glimmend ook met dat glimmend draadje erin. Schattig. Nou, hoe lief is dit pakje, jongens? In het roze. Nou, we zijn eruit gekomen, mama en ik. We hebben Jam even gefacetimed nog tussendoor, want die moest werken, dus je kon er niet bij zijn. Ik wilde eerst namelijk een witte of zwarte box, maar het is toch antraciet grijs geworden. Aangezien onze vloeren ook antraciet grijs zijn en mijn eettafel ook waar de box gaat staan. En dan wordt als compliment, Jam wilde heel graag een donkere box en ik wil dan een roze binnenwit kleding. Dus het wordt roze met grijs. Dus het is eigenlijk wel grappig dat de meeste mensen gewoon neutraal kiezen voor de woonkamer. Maar ik heb natuurlijk mijn hele huiskleur, dus dat kan er ook nog wel bij. Roze. Dus midden juli hebben ze het helemaal in orde gemaakt. En dan komt het bij mij in elkaar zitten thuis. Dus dat ga ik ook natuurlijk voor jullie meenemen en filmen. Echt super bedankt. El Estilo is echt een hele leuke winkel voor boxen, aankleding. Ze kunnen alles zelf stofferen hoe je het wilt. Dus ik heb nu eigenlijk een hele box zelf samengesteld met ze samen. En ik heb gekozen voor echt alleen maar roze velvet zonder kant. Met grote strikken en wel dat volant. Noem je dat zo? Ja, zoiets. Dat volant erbij. Dus het wordt wel echt een meisje box. Maar dan wel met dat donkergrijs dat het iets strakker staat thuis in de woonkamer. Dus ik ben heel benieuwd hoe het in de woonkamer gaat staan. En op wieletjes. En op wieletjes. Heerlijk over om toe rijden. Als je koken bent. Mat, goede tip op wieletjes. Dan is je ook wat hoger. Want nu moest je best wel bukken voor in de box. Oh, we zijn nu onderweg naar huis. We gaan ook even naar de behangwinkel. Want ik kan nergens leuk behang vinden voor de babykamer. En dan hebben we ook weer het is alweer 2 uur. Een uurtje nog naar huis rijden. Oh, maar het haarlem is natuurlijk wel dichterbij als een uurtje. Je hebt zelf het ingetikt. Ja. Dus het eerste baby aankoop is gedaan. Yeah. De box. Hoe leuk. En het is dus roze met grijs. En ik heb ook nog in het kussentje haar naam laten borduren. Vind ik gewoon te beeldig. Maar ga ik natuurlijk niet zeggen wat haar naam is. Nee. Roosje. Dus dat vind ik ook heel erg leuk. En ze maakt ook een slaapnestje met hetzelfde fabrics en dezelfde stoffen. Zodat het helemaal één geheel is straks met de sleepy head. Ze zijn fabrics stom, hè? Maar... Ja, nou ja, het zit erin, hè? Dus dat hebben we weer voor elkaar gekregen op de zaterdag. En ik wil heel graag nog naar Baby Park, maar die heeft een beetje rare openingstijden. En maandag krijg ik al de commode en de ledikant binnen en het slaapbedje. Dus we gaan dit weekend aan de babykamer beginnen. Ik had aan jullie in de vorige week vlog gevraagd, in gender vlog, of jullie leuke tips hadden voor mooie babyzaken. En daar kwam dus onder andere ook El Estilo voorbij. Dit zit in Monster en ik ben er vandaag, ik ben er gisteren met mama heen geweest om een box uit te zoeken. Dit is onze allereerste baby aankoop geweest. Oh, dus dat was heel spannend. Ik laat ook zien uiteindelijk wat ik heb gekozen. Het is uiteindelijk voor een antraciet box vierkant gedaan. Ik wilde ovaal of vierkant, maar vierkant is het uiteindelijk geworden. Maar je kan ook dan verschillende hoogtes, als de baby wat ouder is, groter kan je naar beneden doen. Ja. Oh ja, ik heb er niet over nagedacht. Nee, inderdaad. En ik heb natuurlijk, Jaim wil graag doen grijs. Dus we hebben een compromis gemaakt. Jaim heeft de boxkleur en ik de binnenkant roze.
En dit is over 3 weken ongeveer klaar. Ik heb hem helemaal gepersonaliseerd. Ik ga laat ook op de kussen de naam borduren, maar dat doe ik pas op het laatst. Weet zij de naam wel? Nee, ja. Dat gaat ze wel straks weten, maar vond ik een beetje spannend. Heel spannend. Ik zou het nog niet willen weten. Nee, dus ik heb de naam nog niet doorgegeven ook. Oké, dus heel spannend. Je kan daar helemaal zelf personaliseren hoe je de box wilt van ik het materiaal en kleur. Dus ik ben ook echt benieuwd hoe de box eruit gaat zien. Fontuur met strikken, tulle, maar geen kant en wel roze echt op een top meisje. Wel meisje. En ze hebben ook een heel mooi slaapnestje erbij gemaakt dat je daar ook in kan leggen. Dus ik kan echt niet wachten tot er is. En het is over 3 weekjes, dus ik ga jullie natuurlijk meenemen zodra die box er is en hier in de woonkamer staat. Ja, en iedereen vindt mij te enthousiast, echt. Onder de vlogs vinden mij te enthousiast alsof het mijn kind is. Nou, zo voelt het ook. Dus ik zeg geen sorry. Het wordt alleen maar erger, denk ik. Ook als het meisje. En ik heb een heel schattig vuurspakje. Zal ik even laten zien? Ja. Wat ik heb gekregen. Oh, wat lief. Ik heb hem niet gezien, nee. Chime! Chime! Kijk nou. Zo leuk. Is het eigenlijk een Nederlands merk? Weet ik niet. Denk ik niet. First. Nee. Oh. Cute. Oh. Heel klein. Mutsje. Nou, zo klein vind ik het eigenlijk niet. Nou, als ze mijn hoofd krijgt, dan heeft ze wel een groot mutsje nodig. Ja, die achterkant. Oh, die vleugeltjes. Als engeltje. Als engeltje. Leuk, hè? En het heet dus First. Maar het is alles dus met een F, dus het wordt natuurlijk flamand. Dus hoe leuk. Het lijkt net een flamand baby. Nou, is het natuurlijk ook. Oh, ja, tuurlijk. De achternaam. Wat beeldig. Leuk, hè? En alles roze. Dit wordt ook een beetje de kleur van de box. Echt een mooie kleur roze. Je ziet het niet zoals. Beetje dat poeder. Je ziet beter. Babyroze. Het is niet heel schreeuwig roze. Nee, het is gewoon heel mooi zacht roze. En dit heb ik als cadeautje gekregen. Kijk nou. Oh, wat leuk. Dit is dat voor de mama in het Frans. Tu es mon. En dan voor de baby. Petit kroeg, mijn hartje. Oh, is dat mijn hartje? Koers hartje. Nou, dat komt. Mijn hart. Kijk nou, hoe kan je zo'n klein polsje hebben? Jij bent mijn mama, staat erop. Leuk, hè? Oh nee, jij bent en dan heb jij mijn hart. En ook nee, jij bent mijn klein hart. Dat klein hartje. Tu es mon. Petit. Is het niet ma? Mom. Tu es ma. Het is mom. Ja, maar Frans moet toch ma zijn? Tu es ma. Petit. Geen idee, maar het gaat in ieder geval. Ik ga het aan Lis vragen. Kijk, kan je dus twinnen met je baby. Beelden. Oh, met het roze koordje. Oh. Kijk nou, hoe klein. Oh, ik ga meteen al natuurlijk in de sieraden, hè? Ik bedoel, ik krijg meteen ringen om. Nee, gewoon. Oorbellen in. Gaatjes schikken. Prikken. Dat doe ik wel bij haar. Superleuk, hè? Ja, superleuk. Dus ik kan hier uren over praten, maar daar hebben we niet aan. Ja, wat gaan jullie zien in de volgende weekvlog? Wij hebben weer een shoot gepland. Dus misschien dat we iets meer campagnebeelden meenemen. Ook van deze shootdag. Voor later ook aan jullie te laten zien van de winter. En ook misschien iets meer de voorbereiding. Want het is in deze vlog niet. Maandag krijg ik alle spullen binnen voor de babykamer. Nou, niet alle spullen, maar wel heel veel. Dus dan zie ik vooral mijn Jaime de babykamer in elkaar zetten. En hoe het wordt. Dus al met al baby's. Ja, dat wordt een wordt ook eigenlijk, thema. Denk ik, deze afgelopen 5 maanden wordt zeg maar alleen maar baby's. Dus aan het vouwen. Dus dank jullie wel voor het kijken. We wensen jullie een fijne zondag. En love Reiners.